Ja, wat moet je doen? Goede vraag, maar eerst wil ik weten, wat zijn dat precies, kansen? Kansen zoals op een roulettetafel, kansen zoals op de renbaan, kansen misschien zoals in de wetenschap. Dat zijn steeds verschillende kansen en daar moeten we het eerst over hebben. Filosoof en natuurkundige Jan-Willem Romeijn zegt dat de ene kans de andere niet is. Dat is belangrijk omdat je, als je de soort kans kent en de eigenschappen van die kans, veel beter kan bepalen welke factoren er bijvoorbeeld voor zorgen dat je ziek wordt of onder een auto loopt. Hij onderscheidt twee soorten kansen. Ja, wat we hier dus zien is een voorbeeld van een zuivere, een echte kans. De kans dat die kogel op een van de getallen terechtkomt, bijvoorbeeld op de 0, die is 1 gedeeld door 37. En daar kun je eigenlijk niks aan doen. Je kunt niet door bijvoorbeeld goed op te letten over hoe zij draait of goed op te letten over hoe die kogel rolt, nog iets aan die kans veranderen of iets over die kans leren, zodat die anders wordt dan 1 gedeeld door 37. Dat is hij gewoon. Een pure kans 1 gedeeld door 37. Start voor 1 minuut. Als je met een dobbelsteen gooit of aan de roulettetafel zit, heb je dus te maken met een pure kans. Er is ook nog een ander soort kans. Nou, aan de roulettetafel was er een kans van 1 op 37. Dan zou je misschien zeggen, hier heb je een kans van 1 op 3. Dat dit paard wint. Maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, elk van die paarden, dat paard is onrustig. Dit paard heeft net gegeten. Dat paard was vorige week ziek. En al die verschillende eigenschappen spelen allemaal een rol bij de kans dat dat paard gaat winnen. En de kansen op de renbaan lijken om die reden veel meer op de kansen in de wetenschap dan de kansen zoals je ze in het casino aantreft. De keuze dus om bepaalde eigenschappen van dit paard mee te nemen in de bepaling van de kans dat het paard wint, die keuze, dat doen we in de wetenschap. Dat doet een arts ook als hij bepaalt wat de kans is dat je ziek bent op basis van een testuitslag. Nou, mijn onderzoek gaat erover hoe die keuze gemaakt moet worden. Op welke manier je die keuze moet maken. In de wetenschap heb je dus te maken met dezelfde soort kansen als op de drafbaan. De eigenschappen van het paard doen ertoe. Dat is een hele andere kans dan bij de roulettetafel. Of toch niet? Is dit nu wel een kans of niet? Nou ja, eigenlijk is dit geen kans, zie je. Want dit balletje, dat wordt beschreven door natuurwetten. En als je de positie en de snelheid en de elasticiteit en alles hier van dit systeem precies zou weten en kennen, dan wist je ook waar het balletje uitkwam, 22. Dan kon je dat voorspellen. En dan is er dus geen kans meer over. Dan is het een kans van 0 of 1 dat het balletje op 22 komt. In dit geval dus een kans van 1. Het probleem is dat wij dat natuurlijk niet kunnen. Wij kunnen die positie en die snelheid en al die andere dingen van het balletje niet op dit moment even snel uitrekenen. En daarom lijkt het op een kans, maar is het nou echt? Onduidelijk.